Hoe kun je als vrouw je seksuele grenzen bewaken als je niet eens weet hoe je seksueel orgaan eruit ziet, hoe het werkt en er niet eens een passende naam voor is? Hoe noem je het geslachtsdeel van je kind? Dat is een gekke vraag. Pipi. Pipi? Ja. Lieverd, hoe heet dat? Ik denk dat ik dat vroeger bij hun een plasser noemde. Ik gebruik dat eigenlijk nooit in mijn gesprekken. Ik heb het daar nooit over. Ja, ik ben Suriname natuurlijk, hè. En dan noem je toch... Moet ik dat zeggen? Heel graag. De voorbibs. Gewoon piemel en muts. Muts. Ja, zet je op je hoofd als het koud is. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, vagina. Ja, maar dat klinkt er... Plassen of zo. Ja, klinkers er netjes. Ja, ik weet het niet eigenlijk. Het is lastig. Ja. Nou, die had ik niet verwacht hoor, die vraag. Ik ben op bezoek in Zweden, waar ze veel verder zijn op het gebied van emancipatie. Dat blijkt wel als ik hetzelfde straatinterview uitvoer als Sophie in Nederland deed. When you talk to kids, what Swedish word you use for their private part? We use snippa for the girls and snop for the boys. We call them snop and snippa. Snippa is first. Snippa, yeah. Snippa and snop. Before it was called, I don't even remember what it was called before, but people didn't like the word. It was weird. Dat is duidelijk. Zonder enige schaamte wordt vagina hier unaniem snippa genoemd. Snop is in Zweden al meer dan een eeuw het woord voor piemel. Maar snippa is relatief nieuw. De Rutger Stichting in Zweden introduceerde dit woord zelf, nog maar 15 jaar geleden. So your organization introduced a new word for vagina and everybody is using it. Well, that's actually true. We start already in the 90s to see that there was an obvious need in Sweden for a word like snippa. Why? Many parents, they invented words on their own, and sometimes it turned out quite weird. A word that used to be used in Sweden was framfört, the front bottom. That's a quite, strange way of describing the female genitals. Yeah, but this one they also use in Holland, voorbibs. Like it's front ass. That's so strange. Yeah, it is. And why there is no word for it? That's a really good question. Well, I think that throughout history there's been so much stigma and shame connected to the female body and the female sexuality and genitals especially. And I think this lack of a word is a result of that. That limited the possibilities for girls and women to understand their own body and to ask questions. To try to discover what they like and what they don't like. There is even a song about this I saw. Yes. Do you know it? Yeah, I know it very well. I saw it on the internet. Is it a popular song? It's extremely popular among the kids. So in Sweden, all the children know this song? Most children know this song, definitely. Yeah. Snippery, snippery, snop. We got a lot of media attention, but we could also see that, within weeks, months, we could see how journalists, parents, ordinary Swedes started to talk about the snippa. And we could tell today that when girls today in Sweden, I would say, talk about the snippa, they talk with pride. We talk about with confidence. Just by giving it a name? Definitely. Because, without a name, then you send a signal that this is something, a bit strange.